Radio 1 Journaal. Vanmiddag presenteert VVD-corrivé Johan Remkes zijn lang verwachte advies over de aanpak van de stikstofcrisis. Remkes werd in juli aangesteld door het kabinet. nadat boeren massaal in actie waren gekomen tegen de kabinetsplannen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, spannende dag voor de politiek, voor de boeren, misschien wel voor ons allemaal. Ja. Ja, gaat Remkes advies de oplossing brengen? Nou, Remkes heeft er in elk geval al voor gezorgd dat de boeren weer zijn gaan praten met het kabinet. Hè? Want dat wilden ze voor de zomer eigenlijk helemaal niet meer. En zelfs de fanatiekste boeren van, van de Farmers Defence Force en van Agra Actie eh, die voelden, voelden zich eindelijk gehoord. Maar of ze vandaag nog zo positief zijn, dat zal dus eh, moeten blijken. Want het rapport is niet uitgelekt. Maar de verwachting is toch wel dat Remkes vasthoudt aan halveren van de stikstofuitstoot in 2030. Hè? Dat bekritiseerde doel van het kabinet. En waarom zou hij daar dan al vasthouden? Nou, hij adviseerde het al in 2019 aan het kabinet, toen als voorzitter van een commissie. En in augustus, deze zomer, zei hij ook nog dat dit doel van het kabinet niet ter discussie staat. Ja, en volgens veel boeren is dat juist onhaalbaar. Ja, de 2030 zou dan dus wel vast blijven staan, maar de Telegraaf, die schrijft overmorgen dat Remkes meer flexibiliteit wil inbouwen om de boeren tegemoet te komen. Wat voor soort flexibiliteit? Ja, Remkes zou inderdaad concluderen dat het behalen van de stikstofdoelen in het ene gebied makkelijker is dan in het andere. En daar zou dan op moeten worden ingespeeld, dat is flexibel zijn. En er zou ook een soort tussentijdse evaluatie moeten komen volgens de krant ergens tussen 2025 en 2028 om de uitvoering eventueel aan te passen tussentijds. En een van de aanbevelingen zou ook zijn om piekbelasters zo snel mogelijk uit te kopen. En dat is een kleine groep bedrijven die voor heel veel stikstof zorgen in de omgeving van natuurgebieden. En uitkopen daarvan zou meteen voor een grote daling van de uitstoot zorgen. En met die. Uh, suggesties uh, wil uh, Remkes dus blijkbaar de boel weer op gang brengen. Ja, wat de taak van Remkes ook lastig maakt, lijkt me... is dat de regeringspartijen wel verdeeld zijn over die stikstofaanpak. Zo zei de partijleider van het CDA, Hoekstra... dat 2030 voor zijn partij niet meer heilig is. Uh, denk jij dat het rapport van Remkes de eenheid kan terugbrengen? Nou, dat is op dit moment uh, de hamvraag. Niemand uh, weet dat eigenlijk, want het rapport is niet uitgelekt. Wat op zich een hele prestatie is in Den Haag. Uh... Dus ze durven niet hè ter Remkes, nee, denk ik. Nee, en uh, qua, <laughs> qua, qua geheimhouding moeten ze misschien Remkes maar vragen om dat onderzoek uit te voeren naar of en wat er onder leiding van Kamervoorzitter Arip is uh, misgegaan. Yeah. Uh, maar dit terzijde. Het, het luistert, nou waar uh, Remkes mee komt, als hij inderdaad vasthoudt aan halveren in 2030, maar ook iets meer flexibiliteit wil inbouwen dan zou dat ondanks die uitspraken van Hoekstra uh, voor het CDA toch wel eens acceptabel kunnen zijn. Uh, Kamerlid Boswijk van die partij die zei vorige week al dat Hoekstra's uitspraken niet letterlijk moesten worden genomen, want het is volgens hem al grote winst dat Hoekstra met zijn uitspraken uh, het kabinet en de boeren weer aan tafel heeft weten te krijgen. Ik denk dat, we, dat de opgave om stikstof te reduceren nodig is. Uh, dat, het, uh, dat het bieden van perspectief voor boeren nodig is. Ja. En dat we vooral uh, niet te dogmatisch moeten zijn. En ik denk dat daar de uitspraak van van uh, mijn partijleider Hoekstra over ging. Van joh, kijk nou naar die maatschappelijke onrust. Wees. In sommige gebieden wat flexibeler, als dat zorgt dat partijen aan tafel komen. En we moeten wel zeggen, ja. uh, het zat muur en muur vast. En ja. de uitspraak van, van Hoekte heeft natuurlijk voor, in Den Haag voor heel veel onrust uh, veroorzaakt. Ja. Maar tegelijkertijd, buiten Den Haag heb ik vooral heel veel mensen gehoord die zeggen joh, he he, er wordt naar ons geluisterd. En het heeft geresulteerd dat, dat uiteindelijk ook de boeren en ook de provincie weer aan tafel zijn gekomen. Ja, Boswijk dus bij Sven Kokkelman op de radio. En Boswijk is dus duidelijk niet op het oorlogspad. Daarmee zijn de problemen voor het CDA overigens niet weg. Hè? Want lokale afdelingen van die partij buiten de randstad. In de provincies waar veel boeren zitten. Ja, daar hoor je CDA's eisen dat Hoekstra echt voet bij stuk moet houden. Dat hij het niet voor niks heeft gezegd. Dat hij niet moet uh, terugkrabbelen en er zelfs een kabinetscrisis voor moet durven riskeren. Maar bij het CDA in Den Haag uh, gaan ze op dit moment dus duidelijk nog niet zo ver. Maar uh, stel nou Remkes uh, verrast ons en zegt daarbij ja, na de inzien... is het misschien toch geen goed idee om zo enorm vast te houden aan 2030? Uh, ja, ja het, het is niet de verwachting. Maar nee. als die dat doet, als Remkes dat doet, dan ontstaat er wel echt een groot probleem met D66. Want die partij is ervan overtuigd dat het absoluut nodig is. Halveren in 2030 en Kamerlid De Groot van, uh, van die partij die zei dat gisteren nog maar eens zo. Nou ja, we kijken er natuurlijk uh, rijkhalsend uh, naar uit. Het heeft even geduurd. En uh, we hopen dat hij natuurlijk uh, met een rapport komt... waaruit uh, blijkt dat we gewoon weer uh, door kunnen met die stikstofaanpak. Uh, dat we ook de doelen die we met elkaar hebben afgesproken gaan halen. Halveren in 2030 dus? Ja, want dat is ontzettend belangrijk. Hè. We hebben ook de laatste weken weer gezien... rechters worden steeds kritischer. Het FD had becijferd 28 miljard euro schade aan de economie. Dus... De natuur is nog steeds niet verbeterd. Dus we zullen ook echt met een aanpak moeten komen. die ja, duidelijk maakt dat we de natuur nu op nummer 1 zetten. Ja, dus uh, de Tjerk de Groot van uh, D66. En linksom of rechtsom kan dat rapport van Remkes dus nog voor veel turbulentie gaan zorgen in politiek Den Haag. In de eerste plaats tussen de regeringspartijen. Tenzij Remkes dus echt met een uh, konijn uit de hooghoed komt. Uh, een hele creatieve oplossing die ze bij het ministerie van Landbouw uh, niet hebben kunnen bedenken. En uh, ja, van Remkes zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Want hij leverde eerder huzarenstukjes. Denk aan de kabinetsformatie van 2021. Hoe dan ook, uh, als dit vanmiddag om één uur, dan weten we het. Want dan komt het rapport naar buiten. Ja, en dat kunt u uiteraard live volgen hier op NPO Radio 1. Wilco, dankjewel.